Op 1 oktober ging de verplichte aanwezigheidsregistratie op bouwwerven, de zogeheten check-in at work, definitief van start. Om deze nieuwe wettelijke verplichting na te komen, moeten bouwbedrijven voortaan dagelijks rapporteren waar en wanneer hun medewerkers aan de slag zijn op een bouwwerf met een kostprijs van meer dan 800.000 euro. Tijd om een en ander te duiden. Hoewel het zeker een zinvolle wetgeving is, stellen de meeste bouwbedrijven toch dat het een extra last veroorzaakt. Nochtans zijn er heel wat goede oplossingen om de registratie sterk te vereenvoudigen. Bouwbedrijven hebben eigenlijk 4 mogelijkheden om de registraties op de werf uit te voeren. Enerzijds kan je gebruik maken van het portaal dat de RSZ standaard aanbiedt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een smartphone te gebruiken en vanop de werf rechtstreeks de registratie te doen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een gateway te gebruiken, dus een computer die op de werf staat waarop mensen zich kunnen registreren. Ofwel voorziet men het gebruik van bestaande of nieuw te ontwikkelen registratiesystemen. Een gebruiksvriendelijke oplossing wordt aangereikt door het track-and-trace platform Swivo, dat het hele aanmeldingsproces quasi volledig automatiseert. Door de koppeling met Swivo kunnen bedrijven check-in at work makkelijk integreren in hun bestaande systemen. Technologisch dienstverlener Sigelec, dat in België zo'n 500 mobiele werknemers te werk stelt in 4 verschillende business units, vertrouwt de aanwezigheidsregistratie van zijn personeel volledig toe aan Check-in at Swivo, de aanmeldingstool van het telematica-platform Swivo. Wij bij Sigelec hebben gekozen voor de Check-in at Swivo-oplossing omdat het gebruiksvriendelijk was, de mensen dat heel eenvoudig kunnen gebruiken en dat we al een partnership hadden met onze Track and Trace. De bijkomende voordelen van de Track and Trace is dat onze utilitaire voertuigen geen CO2-belasting betalen en dat we deze moeten kunnen aantonen aan de overheid. Ook later willen we met de overlegorganen zorgen voor een ERP-systeem gekoppeld aan de check-in-netwerk om dit ook op een automatische, vlotte manier te laten verlopen. Met het Swivo-systeem spaart Sigelec maandelijks 10.000 à 20.000 manuele registraties uit, wat overeenkomt met het werkvolume van 2 fulltime medewerkers. Dankzij een exclusieve samenwerking met Garmin is Swivo in staat om op Garmin-toestellen, maar ook op smartphones en tablets, de Check-in at Work-toepassing eenvoudig beschikbaar te maken. Swivo biedt daarnaast ook een oplossing via werfpalen. Op deze robuuste palen kunnen de medewerkers en onderaannemers zich zeer eenvoudig aanmelden op de werf, zowel met een Constru-badge als met een reeds bestaand badge-systeem. Op die manier zorgt Swivo voor een foutloos en gebruiksvriendelijk antwoord op de nieuwe Check-in at Work-wet.